Woensdag 21 juni was er een avond in Cultura georganiseerd door Ede Pride, waar gekeken werd hoe christelijke jongeren die queer zijn geholpen kunnen worden wanneer zij niet het gevoel hebben geaccepteerd te worden. Nou, het is een voorstelling, die duurt een uur en die gaat eigenlijk over wat als je homo bent en ook christen. Daarna hebben we een half uur tot drie kwartier nagesprek met de mensen uit het publiek. En we hebben ook een panel waar we ook vragen aan gaan stellen. Spannend, maar goed spannend. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we hier staan en heel belangrijk is om het gesprek op gang te brengen. De avond begon met het toneelstuk over David, een christelijke jongen die ontdekt dat hij verliefd wordt op een jongen. Hoewel hij van sommige mensen steun ervaart, zijn er ook veel mensen uit zijn christelijke gemeenschap bij wie hij zich niet geaccepteerd voelt. Na de show volgde er een panelgesprek met de oprichter van LHBT op de CAE en een predikant waar het publiek ook aan mee mocht doen. We hadden natuurlijk eerst toneelstuk. Ik vond het sterk toneelstuk. Dat was goed. Hè? Er werd heel sterk het conflict weergegeven dat die jongen had. Of die moest kiezen voor God of voor zijn geaardheid. In mijn beleving was dat een te sterke tegenstelling, zoals ik die in mijn kring niet echt tegenkom. Maar dat zeg ik ook misschien wel te gemakkelijk. Want ik kan dat natuurlijk niet heel makkelijk vanuit de minderheden beoordelen. Dus in die zin vind ik dat wel sterk. Het gesprek daarna was ook goed. Beetje hapsnap, hè. Je hebt maar een half uurtje. En bij heel veel mensen moet de stoom van de ketel, bij mij ook. Dus ja. Maar ik vind het wel een goede aanzet. Je hebt elkaar in de ogen gekeken. En goed met elkaar gepraat, vind ik toch wel hulde voor het initiatief. Ik vond het eigenlijk wel heel bijzonder, ook dat Ulbe hier is en dat hij wel het gesprek aangaat. Omdat jaren geleden was het heel lastig om hierover een gesprek te hebben in de kerk. Dus ik vind het eigenlijk heel mooi dat we gewoon naar elkaar luisteren. En ik vind dat dat vaker zo zou moeten zijn. Ik denk dat het heel helpend is dat jongeren en LHBT'ers zich daardoor minder eenzaam voelen in de kerk. En ik denk dat dat wel een beetje het doel van ons beiden is. Denk je dat er mogelijkheden zijn voor de kerken en de mensen uit de LHBTIQ+ groep in Ede om nader tot elkaar te komen? Ja, dat denk ik wel. Maar ik heb dus wel theologie gestudeerd en een onderzoek gedaan. Maar ik zit nu zelf niet meer in de kerk. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om het gesprek met elkaar aan te gaan. Er waren ook mensen van alle partijen in Ede in de zaal. Hè? Dat respecteerde ik heel erg. Of van alle weet ik niet, maar ook van bijvoorbeeld de SGP. En dat waardeer ik heel erg. Maar ik denk dat het niet helpend is als er brieven naar buiten worden gestuurd over zo staan we erin. Want uiteindelijk gaat het over mensen en daar moet je een gesprek mee voeren. Ik denk dat dat veel helpender is. Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik vind dit is voor mij een open kennismaking geweest. Ik ben een beetje jaloers op de naam community die aan deze letters wordt geplakt. In de ideale situatie is de kerk de community waar iedereen met elkaar verbonden is. Hoe je ook bent. Hè? Dus daar horen homoseksuele mensen bij, heteroseksuele mensen, oude mensen, jonge mensen, zieke mensen, mensen met rouw, alles. Dus idealiter is de kerk zo'n community. En zo zou ik, daar zou ik naar willen streven dat het zo is. Nou, ik geloof zelf heel erg in de kracht van theater en van verhaal. En dat je op die manier iemands verhaal kan vertellen en enigszins iemands hart kan verzachten. Verhalen hebben een bepaalde krachtige werking. En die werken als empathiemachientjes. En dan kun je veel makkelijker ook weer in een dialoog met elkaar hebben over wat hebben we gezien in het stuk. En herken ik dat? En ik heb het idee dat best wel veel mensen dan aan de hand van het stuk goed konden herkennen van dit zie ik in mijn leven of zo zou ik ook reageren. Of dat helpt dan heel erg om weer de dialoog te voeren en daarmee elkaar te begrijpen. Wat vond je van de dialoog die hier vanavond gevoerd is? Waardevolle gesprekken? Ja, zeker. Al is het dan eigenlijk die drie kwartier die we hebben eigenlijk alweer veel te kort. Je merkt dat heel veel loskomt uit de zaal. Dat er veel mensen wel iets willen zeggen, iets op hun hart hebben. Daar zouden we echt nog veel langer over door kunnen praten. Maar ik denk dat er alvast heel veel moois is gezegd en gedeeld. En dat dat heel waardevol is. Ja. Ik hoop in ieder geval dat de stem van queer christenen terugkomt in het Ede Pride programma. Dat ook een stem is die gehoord mag worden. En daarnaast hoop ik dat we elkaar steeds beter leren begrijpen. En zo met elkaar steeds respectvoller om kunnen gaan. En misschien zelfs wel steeds beter mag worden in Ede. Meer LHBT-emancipatie en daarin ook mensen gewoon hun geloof uit kunnen leven als LHBT-christen.